is In Derde Termijn, het politiek-maatschappelijk discussieprogramma van Gooi TV. Ruud Bochart behandelt vandaag twee verschillende onderwerpen. Met Maud Arkenstein, de oud-voorzitter van de vereniging Vrienden van het Gooi, praat hij over de zelfstandigheid van het Goois Natuurreservaat. En met Hans-André de Laporte van de vereniging Eigen Huis gaat hij in op het energielabel, dat sinds kort verplicht is gesteld door de overheid voor elke huizenbezitter. Goedendag. Mevrouw Arkenstein, ik begin met u. Het Goois Natuurreservaat. Kunt u in een paar zinnen uitleggen wat nou precies het probleem is wat er speelt rondom het GNR? Nou, in de eerste plaats wil ik zeggen dat het Goois Natuurreservaat voor alle Gooise bewoners van heel groot belang is. Ja. Omdat het eigenlijk onze achtertuin en onze voortuin is. En het Goois Natuurreservaat is een organisatie die al 82 jaar zijn werk zeer naar behoren heeft gedaan. En waarin ook alle Gooise inwoners houden van het GNR. Want ze kennen de mensen die daar lopen. Ze hebben contacten met de beheerders. En nu ineens kwam dit uit de hoed getoverd. En het vervelende van dit is dat... En even dit is? De samenwerking met het provinciaal waterleidingbedrijf. PWN. PWN. Dat dat allemaal een beetje in de achterhoede is gebeurd. Niemand wist er iets van. Mijn vereniging, Vrienden maar van het Gooi. Ik heel even, want anders gaan we meteen in op het PWN. Maar even, wat is de context waarin dit allemaal plaatsvindt? Dus wat is het probleem van GNR? Is er een financieel probleem? Is er een bestuurlijk probleem? Wat is... Nou, ik denk dat het probleem van GNR, als ik het heel kort mag samenvatten, is dat het GNR, men is zo gewend dat het Goois Natuurreservaat er is, dat ook de gemeenten, die hebben de afgelopen jaren meer dan 20% bezuinigd op de budgetten, zonder zich te realiseren hoe belangrijk GNR is voor de Gooise inwoners. En toen dus deze deal ineens uit de hoed kwam, uit financiële redenen, en ook om bijvoorbeeld een private organisatie, wat GNR is, het is een stichting, onder te brengen bij een ambtelijke organisatie. Toen zijn bij iedereen ongeveer de stoppen doorgeslagen. Die gemeentes, want even voor de helderheid, GNR wordt gefinancierd door de afzonderlijke gemeentes uit het Gooi. Ja. En de gemeente Amsterdam. En de provincie. Provincie. En heel veel privaat geld, hè, dat moeten we eventjes niet vergeten. Ja. 6000 mensen uit het Gooi dragen ook heel veel financieel bij om het GNR zijn werk mogelijk te maken. We krijgen ook gelden altijd, zij krijgen ook gelden uit de postcode loterij, substantiële bedragen. Maar ook op ander gebied, dat kan een private organisatie doen. Goed, een ambtelijke organisatie niet. Daar kom ik zo nog even op. Ja. Eerst even het beeld proberen te schetsen. Die gemeentes die trekken zich terug financieel, zeggen, nou, GNR, kijk maar hoe je op een andere manier aan financiering komt, of kijk nog eens naar je kerntaken. Daarin speelt natuurlijk ook die discussie dat de hoofdstad, Amsterdam, zich wil losmaken uit dat GNR. Hè? Ja, onbegrijpelijk, omdat Amsterdam wil graag een metropool worden. Dat betekent dat de bebouwing steeds verder zal oprukken. We zitten nu al tot aan de Vecht. Dat betekent dat het Gooi, wat ook het recreatiegebied is van Amsterdam, in feite het Central Park, om even naar New Yorkse omstandigheden te kijken, van Amsterdam is. Heel veel Amsterdammers recreëren in het Gooi. Ze zeilen, ze fietsen, ze wandelen, ze joggen, whatever. Ja. En in plaats van dat Amsterdam op de lange termijn zich dit realiseert en eigenlijk meer zou willen betalen omdat het Goois Natuurreservaat er al is en eigenlijk voor heel weinig geld het beheer voortreffelijk uitvoert, zouden ze in feite meer moeten betalen, net als de Gooise gemeente. Maar de Gooise gemeente hebben dit ook niet aan de gemeenteraden voorgelegd. Het is dus allemaal op bestuurlijk niveau is dit onder ons tot stand gekomen. Ja. En men heeft als goede Nederlanders uitsluitend naar de boekhouding gekeken, maar niet naar de impact, wat het betekent voor de mensen die in dit gebied wonen. En wat het voor de... Maar, nou, de overheid die zich terugtrekt bij GNR, dat is natuurlijk niet een uniek probleem of een uniek vraagstuk. Overheden trekken zich uit steeds meer elementen terug en uit organisaties trekken ze zich terug. Met altijd de boodschap, die organisatie moet niet al te veel leunen op overheidsgeld, maar ook proberen om op eigen kracht verder te kunnen. Ja. Lukt dat GNR niet zonder overheidssteun?
Nou, ik denk dat als je het zo bekijkt, dat de overheid nu juist heel raar bezig is. In feite, hè, normaal gesproken wordt gedecentraliseerd vanuit de overheid naar private instellingen. Ja. Nu gaan we dus een private instelling via de achterdeur terugbrengen naar de overheid door het provinciaal waterleidingbeleid, ja, ja, PWN. Dat is raar. Ja, ja, de PWN, dat ligt echt op uw tong, dat merk ik. Nee. Maar daar kom ik echt nog op terug, beloof ik u. Maar even, is het niet... Is het zo uniek dan dat een overheid zich terugtrekt uit het GNR? Even los van het PVN. Ja, dat vind ik wel. Als je dus de belangen afweegt waarom het Goois Natuurreservaat zo belangrijk is voor een hele grote groep inwoners van het Gooi. Maar niet alleen dat, GNR en de gebieden van GNR zijn geologisch heel waardevol. Ze zijn archeologisch heel waardevol. En u vindt dat daar een taak blijft liggen voor... Ja, en men is ook bezig met kijken of er niet in het Gooi een geopark tot stand kan komen. En dan zou dus het hele gebied, inclusief het Goois Natuur, reservaat, onder supervisie van de UNESCO komen. Ja, ja. En dat is natuurlijk op zich al een hele goede garantie dat het ook voor de lange termijn en voor de eeuwigheid, wat ook de bedoeling is, hè, want de Gooise woeste grond. Maar zo'n UNESCO-status zou ook weer geld opleveren, denk ik? Nee, u moet het niet zien. In Nederland wordt al direct over geld gepraat. Als het een UNESCO-status krijgt, wat in Europa in heel veel landen het geval is, er zijn heel veel geoparken, behalve hier, dan betekent dat je dus zo'n gebied ook economisch... Kijk, professor Heertje bijvoorbeeld heeft in het voorwoord van onze publicatie geschreven dat in Nederland de natuur geen economische waarde heeft. Wat natuurlijk heel bizar is, omdat natuur in Nederland heel schaars is. Hmm. En economie is in feite de verdeling van schaars goed. Dus dat is al heel bizar dat dat nooit gebeurt. Nou, als je dus nu kijkt naar de langere termijn, dan wordt dus in een drukker wordende Randstad de Gooise gronden en de Gooise natuur, met alles wat erbij hoort, dus de geologie, de archeologie, het erfgoed, de steden die er liggen, de dorpen, alleen maar belangrijker. Het is ook een vorm van de gezondheid van de mensen op peil houden. Maar u vindt dus wel, hè, want dat was de kern van uw boodschap, die overheden moeten daar een rol in blijven spelen. Dus die lokale overheden, die provincie, dat staat zich dan toch in de vorm van geld. Nu heeft George Wolf in een artikel in de Gooi en Eemlanden onlangs geschreven: hou op met dat kijken naar die overheid. Laat die burger maar iets meer betalen voor dat GNR. Wat vindt u daarvan? Uitstekend. Ik had heel graag gezien dat GNR ook in het kijken naar oplossingen voor dit probleem... Ja. Aandelen had uitgegeven. Okay. En dat Gooise inwoners voor een bedrag van 50 euro tot 5000 euro kunnen kopen. Dat betekent dat er dus toch een mogelijkheid is voor Goois Natuurreservaat om bij een terugtrekkende overheid, die zich dan terugtrekt op financieel vlak, toch andere financieringsbronnen aan te boren. Ja, maar dat doen ze dus al door middel van bijvoorbeeld de postcode loterij, door middel van Gooise inwoners die al substantieel een bedrag betalen. En als u kijkt naar de brief die de stichting steunt, dat zijn dus de mensen verenigd die dus een financiële bijdrage aan het Goois Natuurreservaat geven, dan zegt iedereen dat het eigenlijk een wonder is dat voor dat kleine bedrag wat dus de overheden met elkaar betalen, is dat ongeveer 1 euro per inwoner. Dus waar hebben we het over? Ja. En het is van belang dat een overheid ook rekening houdt met de wensen van de bevolking, heel veel meer dan dat tot nu toe gebeurt, maar ook oog heeft voor de waardevolle omgeving, om die in stand te houden op langere termijn. Dat is ieders belang. Ja, ja. U bent nu geen wethouder meer, maar u was ooit wethouder in Naarden. Als u toen wethouder was geweest, had u dan zich sterk gemaakt voor meer geld voor het GNR? Absoluut. Okay. Heb ik altijd gedaan. Heeft u altijd gedaan, dat is mooi. Nu naar het PWN, want dat ligt u echt na aan het hart. Ik zou zeggen brandlos. Wat is er eigenlijk zo erg aan als ze samengaan met een met PWN, met het waterleidingbedrijf? Nou, kijk, dat het waterleidingbedrijf een financiële bijdrage levert, daar heb ik op zich helemaal geen bezwaar tegen. Want de kwaliteit van het Gooise grondwater en drinkwater is van zo'n hoge kwaliteit dat zij er eigenlijk niets aan hoeven doen als het oppompen, en dat is het. Ja. Dus het is erg wonderbaarlijk dat ze al die jaren lang niet financieel hebben bijgedragen om het gebied ook mede in stand te houden. Maar waar ik buitengewoon veel bezwaren tegen heb, is de manier waarop het gegaan is. En is ook het feit dat zij dus twee kwaliteitszetels claimen en dat dus de beheersorganisatie overgaat naar Velzen Zuid. Dus de betrokkenheid van de medewerkers die in het gebied werken wordt dus weggehaald. En de directeur blijft in zijn eentje een beetje in Hilversum zitten, want dan kunnen we misschien nog het geld van de postcode loterij nog wel binnenhalen. Dat kan niet. Maar er zijn toch meer voorbeelden. Bijvoorbeeld Natuurmonument is zo'n mooi voorbeeld. Hè? Dat zit in Schravenland. Hè? Ja, I know. Maar dat is een landelijke organisatie. Die sturen ook allerlei mensen aan. Sommigen zijn misschien actief op de Veluwe, anderen
Maar ik ben zelfs vrijwilliger in Gelderland, dus ik weet er alles van. Kijk eens aan. Wilt u dan zeggen, als je zo ver van dat hoofdkantoor afstaat, dan is er minder betrokkenheid? Ja, omdat ook in... Merkt u dat ook bij natuurmonumenten? Bij natuurmonumenten is het opgedeeld in regio's. Ik woon in de regio Gelderland en ik ben vrijwilliger bij Hakvoort. En dat zijn alle mensen die daar dus als vrijwilliger werken, zijn dus direct verbonden, gevoelsmatig, met het gebied. En dat kan, je kunt werk, of zeg maar, beheer en beleid niet uit elkaar halen. Kijk naar die fantastische spoorwegen van ons, hebben ze ook gedaan. En nu ziet het resultaat, dat werkt dus niet. Bij de energiebedrijven hebben ze dat ook gedaan, dat werkt dus ook niet. De betrokkenheid van de medewerkers, ook als zeg maar, voor de Gooise inwoners. Er is direct contact, de mensen kunnen vragen stellen, er kan iets gemeld worden. Is essentieel om een organisatie goed te laten lopen. En de betrokkenheid, ook de emotionele betrokkenheid van de mensen, moet bij hun werk betrokken zijn, anders kan het niet. Ja, 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 ja. Nou, ik wil eigenlijk vragen van, stel nou dat Gooise Natuurreservaat zou samengaan met natuurmonumenten, maar dan zou ik eigenlijk hetzelfde antwoord krijgen. Dat zou je dan ook niet zo zien zitten. Dat weet ik niet. Dat hangt vanaf wat de voorwaarden zijn waaronder dat gebeurt. Maar geldt het dan niet voor PWN ook? Het hangt van de voorwaarden af? Nee. PWN is een provinciale organisatie en u weet zelf misschien dat als straks zeg maar, de organisatie een onderdeel wordt van een provinciale organisatie, kan men op termijn ook misschien wel denken van, goh, die Gooise gronden, die hebben we nou toch in de provincie en misschien is het toch wel leuk om daar nog eens iets anders mee te doen. Dus je, voor de lange termijn is het onwenselijk. Nooit doen. Ja, ja. Nu gaat de heer Winsemius een onderzoek doen. Ja. Heeft u daar vertrouwen in? Ik denk, hij woont in Laren, dus hij is zelf ook Gooier. Ik hoop dat hij, ik denk dat hij dat op een hele goede manier zou kunnen doen. En ik denk dat het heel verstandig is dat er een beetje tijd gewonnen wordt. Want dit is eigenlijk iedereen via de achterdeur een beetje door de strot geduwd. En men heeft niet open kaart gespeeld. Transparantie is in deze tijd van essentieel belang. Betrek ook de burger erbij, dat is allemaal niet gebeurd. Vraag de Gooise inwoners wat ze willen. En ik denk dat iedereen die in het Gooi woont heel erg houdt van het Gooi. En van een zelfstandig. En een zelfstandig GNR. En is best bereid om daar iets voor te betalen. In 2012 is de zogenaamde Woudschotenconferentie geweest. Ja. Daar waren een vijftigtal natuurorganisaties. Kern van die conferentie was, er is enorm veel versnippering op grond van het historische verleden. Je zou dat eigenlijk meer moeten samenvoegen. En volgens een rapport van McKinsey zou je daarmee 40 miljoen euro kunnen besparen. Dat zegt McKinsey. Maar dat, kijk, waarom zijn die clubjes ontstaan? Dan moet je even teruggaan. Dat is vaak begonnen omdat mensen zich verbonden voelen met een bepaald gebied. We zien dus door die enorme schaalvergroting die er wereldwijd is, de mondialisering, dat de behoefte om terug te keren naar kleine eenheden enorm is toegenomen. Kijk maar naar de zorg, men wil het liever dicht bij huis georganiseerd hebben. Dat geldt natuurlijk ook voor de natuur. En als je dus samenwerkingsverbanden zou kunnen vinden om samen te werken, bijvoorbeeld om externe financiering te halen. Als je wil kijken naar de efficiëntie van de organisatie, daar zijn best natuurlijk verbeteringen mogelijk, daar geloof ik ook in. Mm-hmm. Maar dat, je moet het niet één grote pot maken waar alles in ondergebracht wordt. Ik denk dat dat dood in de pot is, letterlijk. Goed. Niet doen. Ja, ja. Meneer Laporte, we gaan direct over op het energielabel. Heeft u nog een opvatting? Want u komt ook uit deze regio, je komt uit Bussum, hè, volgens mij. Ja, toch? Ik woon in Naarden. U woont in Naarden? De natuur. Dat staat buiten kijf. Dat is een enorme trekpleister. Niet alleen voor mensen die in Amsterdam wonen, maar het is een belangrijke reden waarom mensen hier in het Gooi gaan wonen. Je kan hier mooie huizen vinden voor een bepaalde groep die dat kan betalen. Er zijn daar hele mooie huizen. Maar de natuur is voor iedereen. De betrokkenheid van mensen bij natuur, dat zou heel erg verschillen. Dan kan je lid worden bijvoorbeeld van zo'n organisatie, landelijk of lokaal. Wat me wel opvalt is dat, en dat komt niet alleen hier voor, maar dat bij een heleboel van dit soort initiatieven, dat er op bestuurlijk niveau allerlei conflicten ontstaan die de burger, want dat was een van de vragen, wat moet de burger hiermee, eigenlijk niet begrijpt. Dus een heleboel mensen die denken, waarom is het nou nodig om over die natuur in bestuurlijke vorm te gaan bakkeleien? Dat komt de natuur in ieder geval niet ten goede. En dat is hetgene wat we allemaal willen behouden. Dus als u goed kunt uitleggen wat de waarde is van de organisatie zoals die nu is, of de nieuwe organisatie zoals die er komt, dan denk ik dat het niet zoveel uitmaakt of iemand nou in een ander gebied werkt. Hè, want daar ging het nu net eventjes over, dat hij niet meer hier werkt, maar dan strakjes ergens
Wat was het? Haarlem of Eimuiden? In Velzen-Noord. Ja. Ook, daar heb je ook prachtig natuur. Duingebied is ook beschermd natuurgebied. Dat maakt niet zoveel uit. De locatie waar iemand werkt. Maar de betrokkenheid is vooral hier met de bewoners. Of die zich betrokken voelen bij de natuur. En dat is een belangrijke taak van de organisatie. En u zegt eigenlijk, als iemand die woont in Velsenbroek en daar geboren en getogen is en die zou moeten gaan werken hier op de hei, noem maar wat, dat die betrokkenheid geringer is. Ja. Nou, dat weet ik niet. Kijk, u zegt u bent geboren en getogen in Bussum en u woont nu in Gelderland. Ja. En daar heeft u ook een betrokkenheid ongetwijfeld met, dat vertelde u al, met de natuur. Dus dat, ik denk dat die, waar dat je woont, dat helemaal niet zo belangrijk is. Ja, goed. Dat was even het onderwerp met betrekking tot het Gooise Natuurreservaat. We wachten het rapport van de heer Winsemius af. Dank. We gaan naar het energielabel. Op 1 januari 2015 is dat verplicht. We gaan zo even horen in welke mate dat verplicht is. Iedereen heeft wel een brief in de bus gekregen. En daarin staat welk energielabel je huis heeft. Gaan we eerst even vragen aan u, meneer De Laporte. Welke huizenbezitters hebben nou zo'n brief in de bus gekregen? Geldt dat nou voor alle huizenbezitters of alleen voor oud huizenbezitters met een oud huis of voor huurwoningen? Of... Nee. Iedereen, elke woningeigenaar, die krijgt die brief van het ministerie. Daar staat het voorlopige energie. Het maakt niet uit of je een huis hebt wat net een half jaar gebouwd is of een huis wat 20 jaar oud is. Nee, alleen het voorlopige label, dat geldt wel voor de oudere huizen. Nieuwe huizen, namelijk die net zijn opgeleverd, die hebben al een definitief label. Daar hoef je eigenlijk helemaal niks meer aan te doen. Oké. Daar kom ik zo nog wel even op terug. Huurwoningen krijgen dus geen energielabel? Of krijgen de woningcorporaties dat? Nee, een huurwoning heeft natuurlijk ook een eigenaar. Dat kan een woningcorporatie zijn, dat kan een particulier zijn. Dus die krijgt dat ook. En kijk, het allerbelangrijkste is, het is niet zozeer bedoeld voor de huidige eigenaar. Het is bedoeld voor een nieuwe eigenaar of een nieuwe huurder. Want als je een huis hebt gevonden waar je graag wil gaan wonen, koop of huur, dan wil je ook graag weten, en daar gaat dit helemaal om, is dat eigenlijk wel een, naast dat het een leuk huis is, is het ook wel een energiezuinig huis? Of is het juist een heel erg onzuinig huis? Als je dat weet, dan zeg je, nou, dan kies ik liever voor een huis wat goed geïsoleerd is. Of je weet wat je aan moet gaan doen om het een energiezuinig huis te maken. Ja. En daar kunt u in drie zinnen uitleggen wat het doel is van het energielabel? Ja, zo mensen energiebewust te maken. Ja. En daar begint het al mee. Woon ik in een zuinig of onzuinig huis? En vervolgens te stimuleren, aan te zetten, om energiebesparende maatregelen te nemen. Is het een regel alleen in Nederland of Europa breed? Nee, het is een Europese regelgeving. Dat wil zeggen, de kaders zijn aan alle Europese landen gelijk. Alleen de wijze waarop het land het zelf invult, dat is dus aan het land. Als je maar binnen die kaders blijft. Je kan je voorstellen dat je in Zuid-Europese landen veel meer kijkt naar isolatie om de hitte buiten te houden. Ja. Terwijl wij proberen de warmte binnen te houden. Dus ieder land mag dat zelf invullen. En het energielabel heeft in Nederland, het bestaat al sinds 2008, een hele ongelukkige start gehad. Ja, hij bestaat sinds 2008, maar nu heeft het een verplichtend karakter gekregen. Ja, het was altijd al verplicht. Maar het werd niet gehandhaafd. Dus als je een huis kocht en je ging voor de overdracht naar de notaris, dan vroeg de notaris, en is er een energielabel? Dan zei hij nee. En dan schreef de notaris op dat de koper en verkoper daar geen prijs op stellen. En dan was het klaar. En de overheid had eigenlijk geen sanctiemiddel. En daar is het eigenlijk ontspoord. Niet zozeer dat er sancties moesten komen, maar dat het energielabel zo... het was onnodig gecompliceerd voor de energielabeladviseurs. Dat zijn de mensen die het label bepalen. Ja. Dat zijn deskundigen. En die hadden een in Nederland ontwikkeld heel gecompliceerd toetssysteem. En dat leidde tot fouten. En bij Vereniging Eigen Huis hebben we dat gemerkt en hebben we het ook aangetoond. Hele rare dingen dat je in een appartementencomplex, een flatgebouw, tegenkwam het een hoekappartement, wat per definitie onzuiniger is, want je hebt allemaal wanden die aan de buitenkant waar warmte kan lekken. Die kreeg een slechter label. Een beter label een beter dan label een appartement in het midden. Een tussenwoning bijvoorbeeld. Ja, wat omgeven is door verwarmd. Ja. Dus dat werkt de verwarring op. Nou, die methodiek die is een aantal keren verbeterd en die is nu al goed. Daar gaan geen dingen meer mis. En nu is er dan doorgevoerd dat het verplicht is en wij hebben er voor gezorgd dat het een gratis label is. En je krijgt dat dus dat label is in eerste instantie, dat voorlopige label, daar betaal je niks voor. Het was voorheen €200. Maar als je je huis ging verkopen, en je hebt het ook alleen maar dan nodig als je je huis gaat verkopen. Dus je krijgt het nu in de bus, nou en dan is het nog kosteloos. Ja, nu heb ik een voorlopig label, dat is kosteloos, maar tegelijkertijd heb ik daar dan niet zo heel veel aan. Nee, maar helemaal niks aan. Want als ik het verkoop, moet ik een definitief label hebben. Ja.
En dat kan ik niet zelf regelen. Dat moet ik door een deskundige laten regelen. Nou, dat kan je zelf grotendeels regelen. Want dat kan je online doen via de computer. En dan, maar daar kan ik van alles op invullen. Ja. Dus je vult in wat er voor jouw huis van toepassing. Heb je dubbelglas? Heb je gevelisolatie, dakisolatie? Ja. Een zuinige cv-ketel? Bij sommige dingen moet je bewijsmateriaal aanleveren. Het zijn gewoon foto's die je uploadt. Het is een foto die je maakt van je raam. Of van je cv-ketel. Ja. En nou zie ik u al denken van, oh, daar kan je mooi mee manipuleren. Want ik maak een foto van de ramen van de buren. Televisie is ook vaak manipuleren van beeld, dus dat kan. Ja, maar dan moet je even zijn nadenken. Gedreven. Maar dan moet je even nadenken wie je daar nou mee hebt. De overheid heb je er niet mee, je hebt alleen maar jezelf. Ja, maar als nou die kopen, hè, laten we zeggen, ik heb een voorlopig energielabel F, laat maar even zeggen. Ja. Ik ga mijn huis verkopen. Ik zeg, u wilt het graag hebben. Nou, het is F. U zegt, nou, ik kan me uitschelen. Ik vind het prima zo. Dan vullen we allebei in op internet of online wat het definitieve energielabel gaat worden. Komt eruit. Nou ja, maar zo werkt het niet. Zo werkt het niet. Nee, dat lijkt me ook niet. Nee. De verkoper, dat bent u dus dan, die vult het energielabel in voor het huis wat hij verkoopt. Dat wil zeggen de kenmerken. Hij beantwoordt een aantal vragen. Ja. En bij sommige vragen wordt gevraagd of je een foto, dus bewijsmateriaal, wil meesturen. Dan is er een labeldeskundige, dat vind je ook online, die kan je gewoon aanklikken. Ja. Die vraagt daar een prijs voor. Nou, dat is nu een paar euro. Het was in het begin een paar tientjes, maar het is nu nog maar een paar euro, 2-3 euro. Ja. En die controleert dat, of die gegevens kloppen, zoals je het hebt aangeleverd. Maar stel nou dat je het veel mooier hebt gemaakt dan het in werkelijkheid is. Dus je komt met een A- of een B-label aan, terwijl het eigenlijk helemaal niet geïsoleerd is. Maar even, de enige die je daarmee hebt, ben je zelf. Want nou komt u als koper daar kijken. Ja. En zegt, nou, ik kom hier omdat dat een hartstikke goed geïsoleerd huis is. Maar dan, hé, maar het heeft geen dubbel glas, het heeft helemaal geen cv-ketel. Of de makelaar die u meeneemt, die heeft dat al onmiddellijk gezien. Ja. Dat is precies hetzelfde als je de teller van je auto terug gaat draaien. Of je gaat hem... Maar waar ik eigenlijk naartoe wil, is... Ik zoek naar het effect van het energielabel. Dus nog niet eens het nutten van, maar het effect ervan. Dus ik heb een energielabel F. Ik doe dat wat u zegt. Er kijkt iemand naar. Eén, dat kost me dan geld. En ik kom uit op F. Hè. Ja. Ik lieg niet, ik bedrieg niet. Ik kom uit op F. De kopende partij accepteert dat F is... Ja, nee, dat kan. Maar dan ben je toch net zover als dat je het niet had gedaan. Dat je meer weet hoe het zit. Precies. Dus je weet hoe het zit. Je hebt bewust weet je dat je dan een huis koopt wat slecht geïsoleerd is. En daarbij worden dus ook allerlei isolatietips gegeven, adviezen. Ja. Hoe je dat huis energiezuiniger kan maken. Ja. Daar moet je natuurlijk even goed over nadenken. Maar waarvoor heb je dat energielabel nodig om dat te stimuleren? Want als u... Ja, ik kijk eens naar u, maar ik ben niet van plan mijn huis te kopen, want u zit in Gelderland. Maar stel, dan... je hebt ook mensen die zeggen, nou weet je wat, ik koop een huis wat misschien niet energiezuinig is, wat wel in de verkoop daardoor goedkoper is. En ik ga lekker zelf klussen. Ja. Het zal ook een prijs... het zal ook zeker wel invloed op de prijs kunnen hebben. Als je denkt dat er in een straat 4 huizen te koop staan met allemaal energielabel E of F. En er is er eentje die B heeft, omdat het een heel goed geïsoleerd huis is, dan zou het kunnen zijn dat het wat beter verkoopt of dat het een hogere verkoopopbrengst heeft. Het is dus het is iets waarmee je kan onderscheiden. Net zoals je een auto hebt die heel goed is onderhouden, heel energiezuinig is, die zal misschien beter, sneller verkopen. Maar met een huis is het natuurlijk, zijn er twee dingen van belang. Ten eerste de energiezuinigheid van de woning zelf. Hoe het gebouw zelf, het kan ook een appartement zijn in een gebouw, maar hoe energiezuinig is dat in potentie? De andere factor is natuurlijk, hoe woon je daar zelf? Ben je daar, staat iedereen iedere dag lang onder de douche? Ben je de hele dag thuis, oudere mensen bijvoorbeeld, met de verwarming op 22, of ben je alleen s'avonds thuis? Nou, dus allemaal dingen, dat is gewoon je gedrag, je levensstijl. Maar ook al doe je heel erg zuinig in een onzuinig huis, bereik je nooit hetzelfde. Dus het gaat erom dat er bewustzijn ontstaat van deze woning is zuinig of onzuinig. Maar zou je dat bewustzijn daarmee niet beter kunnen bevorderen op een andere manier, dus niet met zo'n energielabel? Want wat alleen maar een rol gaat spelen als je huis verkoopt. Ja. Terwijl diezelfde overheid allerlei maatregelen afschaft. Hè, zonnepanelen, subsidies op zonnepanelen of dit of dat of allerlei andere maatregelen.
zou je niet veel meer daarmee de burger kunnen stimuleren om energievriendelijke maatregelen te treffen? Ja, ik heb daar wel een idee over. Je zou gewoon het kunnen koppelen aan de opbrengst van de OZB. Als je gewoon zorgt dat er een incentive komt voor bewoners van huizen die geen energiezuinig huis hebben. En je kunt daardoor bijvoorbeeld een stukje minder OZB betalen en daardoor verdienen. Is dat een hele goede stimulans, lijkt mij. Nou, dat zou kunnen dat het die kant op gaat. De OZB is natuurlijk iets van de gemeente. Dit is nationaal, dit is trouwens Europese regelgeving. Dus in ieder land is deze wet ingevoerd. Laten we niet doen alsof het hier... Dat is duidelijk. Ja. Dus het is gewoon wetgeving. Ja. Maar even terug naar mijn vraag, want die is eigenlijk... Met het energielabel bereik je energiebewustzijn, zal ik maar even zeggen. Maar met allerlei fiscale maatregelen of andere economische maatregelen... bereik je ook dat het daadwerkelijk gedaan gaat worden. Ja. En is dat dan niet effectiever dan de energielabel? Maar dan kom je al gauw op het punt en daar zijn we dan tegen. Want wat ik nu vertel is allemaal is iets wat naar veel... de oplossing van veel problemen is bereikt. Namelijk dat het energielabel zo is zoals ik het nu net heb uitgelegd. Maar de volgende stap is, wat ga je er inderdaad mee doen? Ga je mensen stimuleren om hun huis energiezuiniger te maken? Of ga je mensen verplichten? Ja. Nou, een verplichting zijn wij absoluut tegen. Tegen, als Vereniging Eigen Huis. Vereniging Eigen Huis is tegen dergelijke verplichtingen waarbij mensen zeggen, oké, je hebt nu een huis gekocht met een F-label, dan moet, want daar is sprake van geweest, dan moet je binnen 2 jaar of 3 jaar naar een energielabel D of C gaan. Ja. Dus door verplichten. En dat, want dat moet een vrije keuze zijn van mensen. Dat mag er niet aan zitten. Dus daar zullen we ons tegen verzetten. Waar we voor zijn, dat is een hele goede gedachte om mensen bewust te maken van de energiezuinigheid of onzuinigheid van huis, is om daarmee bezig te zijn. En die belangstelling is er heel, is enorm veel belangstelling. Iedereen die zijn huis aan het verbouwen is. Is daar al mee bezig, met isoleren, maar ook met zonnepanelen. En ook als je dat niet aan het doen bent, dan merken wij dat er... ik denk dat het op nummer 2 of 3 staat van de top 10 waar het meest over wordt gebeld. Mensen die vragen, waar kan ik nou het beste mee beginnen? Kan ik het beste die energiezuinige ketel of kan ik beter naar zonnepanelen gaan? Maar zorgt het energielabel er nou voor dat dat gebeurt? Mede. Het is een van de dingen die mensen triggert, net zoals we nu... Als je een ijskast koopt, dan zitten ook al die labels op. Hè? Dus van A tot met F. En dan zie je ook... Dus wasmachine. Al dat elektrische apparaten. Ja. Dan zie je dus dat mensen zeggen van, ik vind het ontzettend leuk. Het ziet er mooi uit, het is een mooi vormgegeven ijs. Maar het is een slechte energielabel. Dan kies ik er toch eentje die een beter label heeft. Want in 5 jaar kost me dat zoveel extra. We zijn daar heel erg mee bezig, alert op, van wat kost nou eigenlijk zo'n huis? Ja. En wat zijn mijn woonlasten? Je hebt hypotheeklasten, maar de eerste die daarna komt, dat energie. Zijn de energiekosten. Ja, ja. Daar gaan we om. U kaart het al aan, de WOZ. U zegt, je kunt het stimuleren of demotiveren met de WOZ. Zit daar niet ook het gevaar in dat als je je huis helemaal laat opknappen, dan heb je natuurlijk weer geld in geïnvesteerd. Het wordt daardoor ook meer waard. Hè? Ja. Even los van die dalende huizenprijzen of stabiliserende huizenprijzen. Maar zit daar niet ook het gevaar in dat de gemeentelijke overheid dan zegt, nou, dat huis is mooi geïsoleerd. Hup, de WOZ-waarde gaat omhoog. Gaat de WOZ-waarde omhoog. En als dan betaal je in de regel meer belasting. Ook aan het rijken met je eigen woning. Ja, die WOZ werd ook door in de rioolheffing en van alles en nog wat. Soms. Maar... In ieder geval de gemeentebelasting en de rijksbelasting die hebben we ermee. Ja, als het huis meer waard wordt. Nu zijn de huizenprijzen sinds de crisis ongeveer 20% lager geworden. Dus het is een van de manieren om je huis ook waardevast te maken. Een huis wat goed is onderhouden en goed is geïsoleerd, zit vaak hoort dat bij elkaar, is waardevaster en levert meer op. Dus kijk, dit soort investeringen doe je in eerste instantie voor jezelf. Je hebt 2 voordelen. Natuurlijk het eerst genoemde financiële voordeel van een lage energierekening. Het andere voordeel, en dat is wat we... Maar dat gaat dan weer weg aan die WOZ-aanslag. Nee, niet in die mate. Het andere voordeel wat je hebt is het wooncomfort. Een goed geïsoleerd huis is gewoon veel comfortabeler dan een slecht geïsoleerd huis. En dat is waar de mensen direct plezier van hebben. Dus die lagere energielasten en een hoger wooncomfort. En als je het huis gaat verkopen, maar je koopt nooit een huis om het weer te verkopen. Je koopt een huis om in te wonen. Dus die tijd heb je daar plezier van. Als je het gaat verkopen, heb je met een goed onderhouden, goed geïsoleerde huis betere kansen op verkoop en een goede prijs. Ook in een tijd waarin de woningmarkt slecht is of weer aan het herstellen is. Juist. Goed. Ja.
Tot slot. Ja. Nou, ik wil nog even vragen, maar bijvoorbeeld de woningcorporaties. Je zou eigenlijk, als de huurwoningen gewoon ook optimaal geïsoleerd zouden worden en dus daardoor ook de energiekosten naar beneden kunnen gaan, dan zou je dus op die manier ook de werkgelegenheid heel erg kunnen bevorderen. En je zou dus ook kunnen zorgen dat de mensen zoveel mogelijk zelfsupporting worden qua energie. En dat is natuurlijk op zich voor de lange termijn is dat een hele mooie optie. Je bedoelt met zonnepanelen zelfs? Met zonnepanelen, maar ook bijvoorbeeld een interne waterpomp, maar ook een intern circuit dat je dus de warmte weer terugbrengt. Ja. Enzovoort. Ik ken ook huizen hier in de buurt waarin die al helemaal zelfsupporting zijn. Ja. Met allerlei voorzieningen. En dat is natuurlijk eigenlijk waar ook de overheid naar zou moeten streven. Want dat betekent dat we minder energie hoeven te hebben van allerlei andere dingen. Ja, het is iets wat de overheid niet met subsidies en zo, maar wel stimuleert. Er zijn allerlei initiatieven. Veel lokale en provinciale initiatieven. Maar het is ook iets wat mensen heel erg prettig vinden. Alleen al de wetenschap dat je niet afhankelijk bent van die energiemaatschappij, maar dat je de energie zoveel mogelijk zelf kunt opwekken. En alleen maar het gevoel dat door die zonnepanelen of door die warmtepomp, je cv-installatie of je die wasmachine en die droger draaien op de zon die nu schijnt. Ja. Dat geeft je al een goed gevoel. Dus er is heel veel belangstelling voor. Meneer André de Laporte, dank voor uw aanwezigheid. Mevrouw Arkestein moet ik zeggen. Dank ook voor uw aanwezigheid. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van In Derde Termijn. Dit was In Derde Termijn, waarin er aandacht was voor de toekomst van het Goijs Natuurreservaat en het voor sommige vermalendijde energielabel. Over 2 weken zijn we er weer.